De stresstest. We kennen hem al voor de banken. Er is al een keer een stresstest voor de banken uitgevoerd. En ook voor de verzekeringsmaatschappijen trouwens, maar die bleek niet levensvatbaar. Want ze gaan hem schijnbaar nog een keer aanpassen en nog een keer uitvoeren. Stresstest voor landen, schuldenlanden, Griekenland, Portugal, Ierland. Die komt er ook aan. En die stresstests zijn in principe wel makkelijk. Als we erop kunnen vertrouwen natuurlijk op de uitkomst daarvan. Want dan weten we wat de risico's zijn en waar wij aan toe zijn als belastingbetalers. Nou, er was al eerder een stresstest voor organisaties van Harvard. Die is in het Management Pro-blog verschenen in 2010. Nu komt INSEAD, de collega-concurrent van Harvard, komt ook met een stresstest. En wel voor een strategisch plan van je organisatie. Interessant. En met name interessant omdat het maar een hele eenvoudige stresstest is. En als je dan de strategie van je organisatie daarnaast legt, dan weet je in ieder geval of die strategie de toets der kritiek kan weerstaan. De stress kan weerstaan. Nou, het begint dan met de vraag, is de strategie van je organisatie levensvatbaar? Dus is het meer dan een papieren tijger? Kan je er werkelijk iets mee in de praktijk? Prijs je gelukkig, heel veel organisaties hebben niet eens een strategie avant la lettre. De grotere organisaties, de multinationals vaak wel, maar gaan we een paar trappen naar onder, dan blijkt het toch vaak piggyback riding te zijn. En wat dat dan is, dat lees je in de entry van vandaag. Het tweede verhaal is, heb je een implementatieplan? Het is mooi dat je een mooi boekwerk hebt met een strategie erin, met je visie, je missie, datgene wat je de komende periode van plan bent. Maar hoe ga je het implementeren? En liefst een uitgebreid implementatieplan. En hoe communiceer je dat? Derde vraag is, onderken je de barrières? Barrières die er zijn, die de strategie zouden kunnen belemmeren. En natuurlijk kan dat het geld zijn, het geld dat je ontbreekt om de strategie uit te kunnen voeren. Maar ook past de strategie binnen de cultuur. Het zal niet voor het eerst zijn dat een strategie wordt geschreven, met behulp van externen bijvoorbeeld, en dat er geen enkele feeling is met de cultuur van de organisatie. Dan sla je de plank mis. Sluit het aan op de grinderfase, de groeifase waarin je organisatie zit. Past de strategie erin? Past het bij de leiderschap van je organisatie? En is er commitment? Hele relevante vragen. Nou, bij je daar doorheen, dan komt de derde vraag. Beschik je over de kennis, kunde en competenties? Hebben je managers, de medewerkers, hebben die de kennis, kunde en competenties om de strategie uit te kunnen voeren? En dan niet reactief, niet dat je er alsnog werk van moet gaan maken, of dat het budget gerelateerd is, maar je hebt er al werk van gemaakt. Je hebt het plan om naar China te gaan en je managers, je CEO, die spreekt op zijn minst het Mandarijn. Dat zou heel erg handig kunnen zijn. Nou, en tenslotte de laatste vraag is dan, als je door al die vragen, die eerste 5 bent heen gegaan, kent je organisatie een leven lang leren programma? En daar bedoelen we eigenlijk mee, heeft je organisatie het ontwikkelen, het strategisch mensmanagement hoog in het vaandel staan? Want, zeggen de professoren van INSEAD, het onderscheidend vermogen van een organisatie zit hem toch in de mannen en vrouwen die er werken, in het innovatieve vermogen uit die mannen en vrouwen. En daarin investeer je continu. En niet op basis van een budget wat er zou zijn, maar echt op basis van het plan wat je hebt en wat je met die mannen en vrouwen kan doen in de toekomst. Een interessante stresstest. Ik adviseer je dan ook om die af te nemen voor je organisatie. Veel succes!